Hallo, ik ben Barend van Zaakshops.nl en dit is de Exquisite FA60G. De FA60G is het meest uitgebreide koelkast die wij in ons assortiment hebben. Hij kan koelen op een 12 volt aansluiting, een 230 volt aansluiting en ook op gas. Aan de voorkant bevinden zich een aantal knoppen. De aan- en uitstand voor de 12 volt aansluiting, de aan- en uitstand voor de 230 volt aansluiting. Met de traploze draaiknop daarnaast kun je de temperatuur instellen. En helemaal aan uw rechterzijde kunt u de gasfunctie instellen. Aan de binnenkant van de koelkast bevinden zich aan de deur twee grote koelvakken. En aan de binnenkant bevinden zich twee uitschuifbare roosters die je er makkelijk uit kunt halen. Bij de koelkast worden een aantal dingen meegeleverd. De 12 volt stekker, de moersleutel, het verloopstukje voor de gasaansluiting, het ijsklontjesbak die je achter in de koelkast kunt neerzetten zodat je ijsklontjes kunt maken. Verder nog de gebruiksaanwijzing en de 230 volts kabel. Nu ga ik wat verder in over de specificaties van de FA60G. De FA60G heeft een inhoud van 60 liter, heeft hij een gewicht van 24 kg, kan hij koelen tot 4 graden en is het een absorptiekoelkast. Absorptiekoelkasten produceren helemaal geen geluid. Dat komt omdat er geen bewegende delen bevinden in de koelkast. Wat ik net al heb benoemd is dat de FA60G een 12 volt aansluiting heeft, een 230 volt aansluiting en ook een draaien op gas. Een 12 volt aansluiting is heel geschikt voor in de auto. Zo'n 230 volt maakt het heel geschikt voor op je slaapkamer, in je woonkamer of in een studentenhuis. En omdat hij gebruik maakt van gas, kun je hem heel makkelijk buiten neerzetten. Dit maakt het ideaal voor buiten, voor de barbecue of op de camping. Dus ben je op zoek naar een uitgebreide koelkast die je kunt aansluiten op een 12 volt en een 230 volt aansluiting, een koelkast die ook nog eens op gas draait en helemaal geen geluid produceert, dan ben jij op zoek naar de Exquisite FA60G. Wil je hem bestellen of wil je meer informatie? Ga dan naar minicoolers.nl. Ik bedank je voor het kijken en tot de volgende review.